Dit is het moment dat Nauta uiteindelijk fataal worden is. En nou moet... Disqualificatie voor Linda de Vries. Ja, dat kan niet anders. Het kost het haar krekt die seconde die ze te kwaad komt. Werd toch net zij, maar Anouk van der Weijden naar de speelgit op de 3000 meter. Nauta, die nou onderwijs is naar Hamar van het EK Allround en haar wolpleer staat voor de 4000 meter op te spelen, is daar botteloorsteld hoor. Nou ja, dan kerst nou in principe dus... Als het ook in wereldtappen is, dan... Dan kerst die gewoon hinderen is zonder dat er... Dat de gevolgen, dat de consequenties binnen. Dus in principe, wie dit inderdaad net eerlijk. Nee. En heb ik nou ook een eerlijke kans gekregen om plaats te kennen. Nauta krijgt een soort bijval. Haar coach Marianne Timmer vindt dat het reedrijden bij Gleeks van nou al geen eerlijke sport meer is. En Erben Wennema stelt de regels ik ter discussie. En ook oud-retreatcoach Henk Gemser vindt het een belachelijke kar. Gemser maakt wat vergelijkbaar mee in Jontje Njonjontig. Maar het is Posma. Die voel op het EK op de 400 meter. En dertig koe de twaalfvoudig wereldkampioen allround nou net naar het WK. Henk Gemser kan hem dus wel voorstellen hoe Yvonne Nauta haar filem had. Met name omdat de geschillencommissie zei dat het net gaat om een wereldtopper. Dat is zo belachelijk. Dan moet ze dus Yvonne Nauta en Proto Horen, die moet ze ook aan de Olympische Spelen sturen. Want ik ben bestuurder van de NOC-NSF West. Ik heb topsport in portefeuille gewoon. Ik heb dus het beleid mooi maken. En dat zei het alleen dat de wereldtoppers die mooi die gingen naar de Olympische Spelen. Dan moet je bij de beste acht van de wereld horen. Jere. Nou, en nou is Yvonne Nauta, die is dat. Die wordt uitgestuurd en die zullen geen wereldtoppers zijn. Al die mensen die dus naar Sochi gaan, dat zijn wereldtoppers. Geen discussie over.